Binnen een organisatie komen verschillende vormen van communicatie voor. Dit is noodzakelijk. Communicatie kun je zien als de lijm die organisaties bijeenhoudt. Zonder communicatie kan een organisatie niet blijven bestaan. We onderscheiden verschillende vormen interne communicatiestromen. We maken ten eerste onderscheid tussen formele en informele communicatie. Formele communicatie is communicatie die verloopt volgens het formele organisatienetwerk, zoals vergaderingen, zakelijke brieven en memo's. Het is vaak communicatie die is vastgelegd en gepland. Informele communicatie komt voort uit het informele netwerk als een geheel van sociale relaties, dat spontaan ontstaat wanneer mensen contact maken met elkaar. Mensen spreken over allerlei zaken die met de organisatie samenhangen. Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen de formele en informele communicatie, om te zorgen dat medewerkers goed en prettig kunnen functioneren. Wanneer er te weinig formele communicatie is, kunnen medewerkers het gevoel hebben niet betrokken te worden en of nergens terecht te kunnen met vragen. Te veel formeel communiceren leidt natuurlijk tot information overload en medewerkers die het gevoel hebben vast te zitten in vergaderingen en meetings. Als er te weinig informele communicatie is, dan is dat niet bevorderlijk voor de gebroederlijke sfeer op het werk. Te veel informele communicatie in een organisatie kan leiden tot geruchten en onrust. Formele communicatie kunnen we indelen in 4 vormen: verticale, horizontale, diagonale en parallele communicatie. Verticale communicatie is communicatie tussen mensen die op verschillend hiërarchisch niveau op dezelfde afdeling werkzaam zijn. Oftewel, de communicatie tussen de directie, de top, de afdelingsmanagers en de medewerkers van de afdeling. Communicatie vanuit de top van de organisatie noemen we top-down, oftewel neerwaartse communicatie. Top-down communicatie wordt toegepast om onder andere doelen aan te kondigen, informatie te geven over beleid en procedures en problemen onder de aandacht te brengen. Een baas die een ondergeschikte een instructie geeft, is ook een vorm van top-down communicatie. Bij bottom-up communicatie, ook wel opwaartse communicatie genoemd, dragen medewerkers ideeën of suggesties aan bij hun management. Ook kunnen zij rapporteren over het verloop van hun werkzaamheden. Naast verticale communicatie kennen we horizontale communicatie. Dat is communicatie die plaatsvindt tussen mensen die op hetzelfde niveau binnen een organisatie werkzaam zijn. Je kunt je voorstellen dat communicatiemedewerkers overleggen over de campagne waar ze gezamenlijk aan werken of dat docenten met hun collega's de inhoud van hun vak bespreken. Diagonale communicatie is een derde communicatiestroom binnen organisaties. Diagonale communicatie vindt plaats tussen mensen die op verschillende niveaus en op verschillende afdelingen werkzaam zijn. Diagonale communicatie kan zowel bottom-up of top-down zijn gericht en gaat dwars door of over verschillende niveaus heen. In tegenstelling tot verticale communicatie valt deze communicatievorm niet samen met de gezagsrelatie. Diagonale communicatie is nodig om als organisatie dezelfde visie en handelswijze te kunnen blijven handhaven. Het is belangrijk dat alle afdelingen binnen een organisatie op één lijn zitten en ook op één lijn blijven. Om dat te kunnen bereiken is regelmatig werkoverleg uiterst belangrijk voor een organisatie. Zo kan een communicatiemedewerker overleg hebben met het hoofd ICT over de implementatie van het nieuwe intranet. Of een eventmanager vraagt advies aan het hoofd financiën over de budgettering van een grootschalige sponsoractie. Tot slot kennen we de communicatiestroom parallele communicatie. Deze communicatiestroom volgt niet de hiërarchie en de structuur van de organisatie. In plaats daarvan wordt er gecommuniceerd met iedereen op dezelfde manier tegelijkertijd. De kersttoespraak van de directeur aan zijn medewerkers is hiervan een goed voorbeeld, net als de nieuwsbrief of het intranet.